Rob, waar zijn we? We zijn in Stadsbos 013. Maar waar zijn we precies? We staan hier bij de Puttendijk, dat langs de Geelse Baan. En waarom staan we hier? Nou, we gaan hier vandaag op zoek naar de Grovenden. Alles in de natuur is natuurlijk heel speciaal en leuk. En dat is eigenlijk met die den ook. Die staat overal, maar mensen kijken er eigenlijk te weinig naar. Ja, we lopen hier over de Puttendijk. Maar die dijk heet natuurlijk niet voor niks zo. Want die zit hier in het waterweengebied. En daar heb je natuurlijk waterputten voor nodig. Hieronder zit dus een pomp. Je krijgt hier het water hier omhoog. Maar dat wordt hier wel opgepompt en het gaat hier langs de Geelse Baan naar het pompstation. Waar het verder gezuiverd wordt. Ja, dit zijn grove dennen. Het is een naaldboom. De naalden, die zitten altijd met tweeën bij elkaar. Wat heel veel naaldbomen, maar den ook hebben, dat is hars. Dan zie je hier ook dat witte. Je ruikt gewoon de hars, die ruiken er doorheen. Je ziet hier een den ook, die maakt ieder jaar heel mooi nieuwe vertakkingen. Dat zie je hier, vanaf één punt. Dit is 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Dus deze is ongeveer 10 jaar oud. Mastappels rapen deze vroeger, ook om de open haard aan te maken. Dat zijn de dennenappels, hè, als je netjes Nederlands praat. Die naam mast, dat komt ook van het gebruik van de dennen. Die dennen werden gewoon op de grond aangeplant, onder andere ook voor masten van schepen. En daarnaast werden de bomen natuurlijk ook nog heel veel neergezet voor mijnhout. Kraakt namelijk voor de breekt. Nee, dit is geen den, nee, maar het is wel hartstikke leuk. Zo'n bloeiende lijsterbes. En die ruikt nu ook. Er wordt een pietje. Dat is een zwarte mees. Hier staat er een. Met mannetjes en vrouwelijke bloemen, prachtig. Hier zie je ze allemaal. Hier zie je er een, daar een. Hier, kijk, een hele kudde, allemaal met leuke vrouwelijke bloemen. Dit zijn de mannetjes, dit wat hieronder is, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Hier zit een stuifmeel in. Kijk, deze bloemetjes bloeien nu. Die worden nu bevrucht. Over een jaar, dan zie je hier, dan krijg je deze. Kijk, dan worden ze helemaal groen. En nog een jaar later, kijk, dan krijg je dit. En dan hebben we echt de dennenappel waar we over praten. Maar dan ben je al wel 2 jaar verder.